Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat de landelijke online verkiezing van de Jeugdraad Suriname, die morgen wordt gehouden, heel erg kostenbesparend is gebleken. Hij vertelde dit vandaag aan journalisten voor aanvang van de ministerraadvergadering. De bewindsman geeft aan dat alles voor de verkiezingen al in kannen en kruiken is. Het juiste bedrag weet ik op dit moment niet. Volgens mij was het iets van 3 miljoen, maar neem het ten goede. Ik zal de verkiezingscommissie vragen om aan te geven wat het precies is, zodat ze jullie dan ook kunnen informeren. Maar in ieder geval, het is een beduidend lager bedrag dan in geval we fysieke verkiezingen zouden hebben georganiseerd. Want daar zouden de transportkosten, et cetera, ook bij komen kijken. Het systeem is veilig. Datasuur is een betrouwbare provider voor wat betreft die services. Ook qua beveiliging. Ze zijn ook nog ISO gecertificeerd wat dat betreft. Dus we hebben alle vertrouwen dat het systeem dat ze hebben gebouwd veilig zal zijn. De meeste kosten voor de verkiezingen gaan volgens de minister naar het ICT-voorbereidingswerk. Hij benadrukt dat er per district gestemd zal worden. De campagne van alle studenten geschiet volgens de bewindsman geheel via de digitale weg, gezien de meeste jongeren gebruik maken van deze vorm van communicatie. Dus iemand in Ikeri kan alle kandidaten van dat district stemmen. Dus als er 3 zijn in Ikeri, kan de persoon op alle 3 stemmen. Maar je mag uiteraard, ben je vrij om op 1 te stemmen of 2. En dat is gebleven op 62 kandidaten? Ja, het is gebleven op 62 kandidaten. Die hebben zich kandidaat gesteld op de dag der kandidaatstelling. Ze hebben ruimte gehad om zichzelf te promoten op andere wijze dan traditionele wijze. En we wouden niet het onderwijsproces niet gaan verstoren door campagne te gaan houden op scholen enzovoorts. Ook met gelet op het feit dat we kennen die gevechten die op scholen plaatsvinden. Dus we houden dat soort situaties vermijden. Omdat we toch wel niet willen dat de jeugdraad een valse start zou maken door gelinkt te worden aan geweld op scholen en dat soort zaken tijdens de campagne voeren. Het startsein voor de verkiezingen zal plaatsvinden op het Ewald P. Meijer Lyceum met een statement van minister McAndrew. Jongeren tussen 12 en 25 jaar mogen hun stem uitbrengen tot 6 uur.